Mijn vader was een groot paardenliefhebber. Bij ons in de straat had ook iedereen paarden. Daardoor ben ik op heel jonge leeftijd beginnen rijden. Ik was dus nog maar vijf jaar. Dat zou nu niet meer mogelijk zijn. Dat was... De eerste keer dat ik deelnam was hier in de weide over James Peter, Dat was toen een LRV-toernooi, waarbij zowel de paarden als de ponies nog tegelijkertijd de wedstrijden hadden. Ik ben spijtig genoeg, ook het bewijs dat vroeg beginnen, helemaal geen garanties biedt op uh, voor een uh, succesvolle carrière. Ik ben eigenlijk meer van miserie beginnen fokken. Um, bij ons in de straat waren het echt allemaal wel liefhebbers hè. en ook uh, topkenners. Uh, Schijnbaar over ons woonde de uh, Marcel van Dijk. En dat was eigenlijk een, een illustratie van het ontstaan en de evolutie van uh, BWP, toen nog het warmbloedpaard. Het um, BWP was een ding van, het BWP, iedereen weet dat, het succes is doordat we van alle, uit alle windstreken Hengsten gaan binnenbrengen zijn. Hè. Um, en bij Marcel was dat daar een illustratie van, uit uh, vooral Franse Hengsten staan, maar ook uh, Duitse en een paar volbloeden. Ah ja, toch regelmatig een volbloed uit, uh, uit Engeland. Dus Buenaventura, Ik denk dat zij een beste ga geweest zijn. Um, in, in, mensen zouden moeten weten, dat het invoeren van die paarden op dat moment geen evidentie was. Uh, bijvoorbeeld de Hengst Codex, de vader van de moeder van Tarko, uh, mocht eigenlijk eerst niet dekken voor het BWP. Zou dat toen, in de aanvangsfase, mochten enkel de Limburgse hengstenhouders hengsten uit Duitsland invoeren, maar zelfs dat in Antwerpen, en dan mocht uh, Codex eigenlijk niet inzetten voor de fokkerij. Hij mocht uit Holland importeren, de West-Vlamingen mochten uit Frankrijk. Goeie zaak dat BWP, of WP warmbloedpaard, dat vrijwel lucht heeft veranderd. Hè. Um, aan de andere kant van de straat, nee, ook aan, aan die kant van de straat, maar. Links van ons woonde Jeff van Dijk, de broer van Marcel. En dat is de vader van uh, Harry, Mark en Ludo van Dijk. Drie mensen die heel actief zijn in het parksport. Vooral Harry is, uh, uh, Mark is heel bekend uh, internationaal. Was zelf een heel goede ruiter en is nu uh, een heel goede coach. Uh, het feit dat zijn neef uh, Gilles Thomas zo goed doet, illustreert dat. En bij ons was dan ook een manager die stond bij. Marcel van Dijk, dat was de manager van LRV. En in die, in, die, uh, in die club hadden wij zelfs nog de Olympische ruiter Herman van den Broek. En ook nog, uh, nog een Olympische ruiter, Mark Riegouts die ondertussen uh, coach geworden is, uh, die coach geweest is voor het Belgisch team. Dus het was al paardensport wat daar de klok sloeg. Ik moet toegeven dat, dat, wel, dat ik hem wel wat gepusht heb, dat vooral, want eigenlijk wouden wij tot zijn dertiende, nee tot zijn veertiende, op zijn veertiende wouden wij zelfs nog stoppen met rijden en gaan voetballen. Maar dan is hem een keer een heel goede prestatie gedaan, het wereldkampioenschap van de jeugd, en is hem daar toevallig eigenlijk wereldkampioen geworden. En uh, dat heeft voor hem, hoe onbelangrijk dat, dat ook was, en die hoogte was helemaal uh, niet, niet, niet hoog, uh, dat heeft voor hem toch denk ik een klik gemaakt. En, een drive. Dus, oké, okay, uh, een goede prestatie leveren kan dikwijls uh, ja, het begin zijn, de kiem zijn. Om, uh, en nu is hij enorm gepassioneerd. Uh, maar ik heb hem eigenlijk wel wat geboeid. Ja. Mijn zoon is geen stalruiter. Ik heb een Italiaanse stalruiter, Filippo Tabarini. Die onlangs uh, derde werd op het Italiaanse kampioenschap met onze Fok en Sportmedi Exquise du Pachy. Uh, hij was uh, in de finale de enige. Die twee keer foutloos uh, het parcours afleggen, een parcours dat op de hoogte van 61 stond. En had hij geen tegenslag gehad, hij slipte uit in de eerste ronde, had hij, had hij goud gehad. Uh, maar natuurlijk, mijn zoon is ook een belangrijk ruiter hier. Uh, maar vorig jaar is hij begonnen met zijn studies en heeft het heel jaar niet, niet, niet gereden, aan geen enkele wedstrijd deelgenomen. En hij is enkel nog uh, teruggestart uh, begin, begin juli. Met succes, want hij werd tweede op het Belgisch kampioenschap jongrijders. Maar nu, binnenkort, zal hij weer terug naar Leuven trekken. En uh, zal, zullen de wedstrijden gedaan zijn voor hem. Dus sportmerries, uh, iedereen zegt ja, uh, dat is slecht als je daar ga mee spoelen. Nu, dat is misschien ook wel zo. Maar ik weet niet waar het eigenlijk is. Want een, een merrie die je bevrucht en die je dan op acht dagen gaat spoelen, die weet eigenlijk niet dat ze zwanger geweest is. Dus iedereen zegt ja, doordat je dat, dat hormonaal effecten gaat hebben. Wel, ik denk dat er hormonaal normaal niks kan wijzigen aan die merrie. Want bij haar normale cyclus, dat ze niet zou gedekt worden, zou ze juist hetzelfde doorlopen hebben, hormonaal. Want we nemen het embryo er eigenlijk uit voordat het zich innestelt. Dus er zijn normaal geen gevolgen. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat dat een invasieve ingreep blijft. En dat ze daar ja, een beetje last van hebben. Ik denk persoonlijk dat dat niet zo is als ik dat zou zien. Ik denk vooral als je gaat spoelen, denk ik dat het, het, het wegbrengen van je paard uit zijn uh, vertrouwde omgeving, dat dat misschien wel effect heeft. En dat een paard voelt dat er iets abnormaals gebeurt. Dat zou kunnen. Maar ik geloof het niet. Oké, okay, iedereen zegt dat het, dat het slecht is. Ja, ik weet het niet. Uh, wij proberen dat hier thuis te doen en we proberen, nee, wij doen dat. Al die paarden die hun uh, de voelbox daar passeren ze elke dag als ze naar de opslagkamer gaan. Dus voor hen is dat ook een heel gewone zaak om gespoeld te worden. Die embryo's worden hier ook allemaal ingeplant. We hebben allemaal eigen draagmerries. Uh, ook daar denk ik dat we een beetje een voordeel al wel dat dat ook te relativeren is als je opstuurt. Uh, Denk ik ook niet dat dat een probleem is. Natuurlijk, mijn eigen veert zegt dat het een groot effect heeft. Uh, hij zegt, en zelfs als het klein zou zijn, al is het maar 10%, die 10% kan een enorm uh, verschil maken op het internationaal niveau als je gaat moeten presteren. En dat is wel waar, maar ik blijf gewoon kiezen voor het fokken. Het, het boeit mij ook uh, nadenken van hoe, wat de effecten kunnen zijn. Uh, omdat ik met de fokkerij ook vooruit wil. En dat is, de enige manier, no, dat is misschien niet de enige manier, maar ik denk dat dat een goede manier is om dan met goede sportberries te blijven fokken. Ja. Uit goede stammen dan. Ja. Hè? Want uh, we moeten weten: ook Excuse die Pachy komt uit een topstam. Uh, haar, uh, haar zusters lopen, en broers lopen 1,50. Uh, haar grootmoeder loopt, uh, eerst, liep 1,60 meter Ludo Filipaars. Haar vierde moeder heeft. 66 paardige. Dus dat zijn ook allemaal. Het zijn niet alleen goede sportmerries, Wij kiezen ook voor goede stammen. Waarom? Omdat. Want het is. In de paard, een paard is heel gevoelig en de sport is lastig. Het is niet alleen. Het is, is, is lastig voor hen. Uh, er is een, een vliegenblessure. Je ziet dat met Gazelle Lapom. Uh, Gazelle Lapom kochten wij. Het was een hele investering voor ons om die te hebben als sportpaard. En om te fokken, natuurlijk. Maar ze uh, is. Nou, Korte tijd uh, heeft ze een trauma opgelopen in de nek en uh, konden ze niet meer gebruiken voor de sport. Wel nu, zij wordt nu volop gebruikt voor de fokkerij. En met succes heeft al heel goed producten gegeven. Uh, haar uh, vijfjarige zoon stond onlangs nog uh, eerst op uh, de wereldlangwest. Ja. En haar zonen en dochters lopen op internationaal niveau. Uh, bij de keuze van de hengsten, uh, ik denk dat iedereen, en dat is automatisch, je gaat proberen te compenseren, de goede eigenschappen met de slechte eigenschappen. Ik doe dat ook, dat is een beetje, ja, uh, normaal. Maar toch vraag ik me af of dat wel goed is. Ik denk dat we, het is geen zekerheid als je met een klein, uh, wendbaar en voorzichtig paard of merrie, dat je daar pro gaat proberen uh, een grotere hengst op te zetten, iets zwaarder, uh, om een tussenproduct te krijgen. Ik denk dat uh, die kwaliteiten dat, dat, klein, dat die kleine merrie heeft, dat die misschien niet passen in dat andere lichaam. En uh, dat compenseren daarom altijd niet de beste manier is. Natuurlijk is het offensief fokken, dat. Hè? Je probeert iets beter, maar ik denk dat je ook risico's hebt. Uh, ik heb zo geprobeerd om een pony te kweken. Dus ik had een heel goed A-pony waar mijn zoon mee heeft Daarna heeft Tibo Spitzer nog mee gereden trouwens. En dat was een aponiek en ik dacht ik ga dat kruisen met een paard en dan ga ik een top D-pony krijgen. Nu ik heb een D-pony gehad. Hè? Die heb ik gehad, want het was een D-pony met zo'n lijf en zo'n korte poten. Dus dat is niet echt een succes. Ik heb er een mee gehad die wel een succes is, Maar ik wil maar zeggen, het is helemaal uh, geen, geen uh, geen zekerheid dat je iets tussenin gaat krijgen. En dan is het beter dat je een beetje defensief fokt en dat je zegt: Ik heb die merrie en ik wil, ik ga er die top zetten met dezelfde kwaliteiten. En dan denk ik dat de kans om die kwaliteit te bouwen misschien zelfs groter is. We fokken ook heel veel met jonge engsten. Um, ik denk door met jonge engsten te fokken: Gaat je ook meeblijven met je tijd? Uh, ga je, want we hebben alsmaar beter, sneller en vooral slimmer paarden nodig. En ik denk dat je daardoor uh, moet gaan kijken bij die hengsten om mee te zijn met je evolutie. Terugvallen op bewezen hengsten is veiliger, hè. je gaat meer kans hebben, je gaat minder risico lopen, maar de kans bestaat ook dat je blijft steken. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. Wow, dat is goed, combineerbaar. Uh, daar heb ik geen probleem mee. Ik denk dat er anderen zijn die dat nog op hoger niveau doen. Als je naar Pieter de Vos kijkt, uh, iemand die dat zowel de fruitbusiness enorm goed doet, als een van onze beste, best presterende routers is. Dus dat is allemaal combineerbaar. Ja, maar je doet dat toch al lang? Hè? Ik doe fruit doe ik al 26 jaar. Ja. Nee, dus voor ons was de booming business 26 jaar geleden met het, opengaan van het, met het vallen van het ijzeren Gordijn. En wij zijn onmiddellijk erop uh, gesprongen. Uh, mijn vader zelf was fruitkweker, en we zijn begonnen met de eerste conferensperen naar uh, Rusland te voeren. Ik denk dat ik nog in het begin de peren van de Vos, Stefan, de vader van Pieter, meegenomen heb op vrachtwagens naar Rusland samen met mijn compagnon uh, firma Wouters. Ik denk, ik mag er geen onderscheid in? Het zijn alle twee belangrijke De paarden is voor mij uh, ook belangrijk, uh, het werdelijke eraan. Dus het feit dat ze hier staan en dat we hier mooi wonen, en, en dat is plezant om hier tussen te leven.